De renners staan klaar voor de 20e editie van de Ladies Classic Noordwijk. Maar eerst moet er iemand gehuldigd worden. Esther Kortekaas uit Voorhout krijgt bloemen omdat zij afgelopen zondag in Nieuwegein Nederlands kampioen geworden is bij de Masters 30+. En dat verdient natuurlijk een bloemetje. Bijna 100 wielrensters op de Noordwijkse boulevard staan klaar om 5 rondjes te fietsen van 22,3 kilometer, ruim 110 kilometer dus. Onder perfecte omstandigheden. In het begin nog met een aardig windje, maar een lekker zonnetje. Later ging de wind ook nog een beetje liggen. En dan gaan ze hun eerste omloop van zo'n... Hoe loopt dan het parcours? Nou, hier komen ze de boulevard af. De hele meute, nu nog niet een echte wedstrijd, ze moeten nog even achter de wagen blijven. En daarna gaat het pas echt van start. Dus hier rijden ze nog rustig op de grind. Een eerste kolletje zou je kunnen zeggen en dan rechtsaf richting de Zuidboulevard. Snel 2 achterblijvers, hier al rijden we al langs de Noordgoudreef, linksaf de Galweg op, richting Noordwijkerhout, waar we dwars door het centrum heen gaan. Hier een achterblijver tussen de auto's. Dan is dit het uiterste puntje ongeveer, de ruige hoek, bij de Zilk. Dan gaan we linksaf, richting Zweefvliegveld, dan in de bocht weer helemaal terug. Duin zo gezegd. En dan hier de grootste berg, als je het zo mag noemen, in het parcours. Even voorbij de ingang naar het golfterrein, de Noordwijkse Golfclub. En het voordeel van de berg is dat je ook weer naar beneden gaat. Zijn. Zij is er ook. Jeline van Hagen, oud-winnares. Nou, als ze er even niet zijn, dan heeft RTV Bollestreek allemaal kleine wielrenners en wielrensters. En die rijden allemaal een klein circuitje. En uiteraard zijn er ook prijzen en bloemen voor deze aankomende talenten. De eerste, maar dit zijn de laatste drie. En die krijgen gewoon bloemen. En dan mag ik best even verklappen. Dan de wedstrijd. Het bleef natuurlijk lange tijd bij elkaar. Het is altijd moeilijk om weg te komen. Hier het peloton op de Duinweg. Gaan ze weer rechtsaf richting Noordwijkerhout. En dan zijn ze op weg om in te halen. 2 wielrensters die er vandoor zijn gegaan. Ze zijn gedemareerd. Rosanne Slik. En dat is de 24-jarige wielrenster uit Bergen. En Chiara Steins. Zij namen al vroeg in de koers eigenlijk. Anderhalve ronde voor het einde namen zij een voorsprong en ze zaten een beetje aan het elastiek. Halen ze het wel, halen ze het niet. Hier zie je dat ze goed met elkaar samenwerken en dat het tempo hoog is. Langs de duinen rijden ze hier weer eigenlijk terug richting Noordwijk. Wordt goed overgenomen, goed samengewerkt. Leontien van Morsel, ze wonnen hem allemaal een keer. En hier de laatste doorkomst
op de boulevard in Noordwijk en ze zijn nog bij elkaar. Met het nummer 10 is dat Rosanna Slik. En daarmee gaat zij definitief de tweede plaats verzetten in dat klassement. En we zien daar de 34. En ze kunnen de twee dames hier op de rechterlijn in de rug zien. En dan is het nog 23 kilometer. En wat gaat er hier in deze groep gebeuren? De achtervolging wordt geleid door de dame met het nummer 43, dacht ik. Oh, wat een groot peloton, wat een groot veldrenner zie je nog, wat hier de twee passeert. En ik denk dat het minder al zeggen. De voorsprong van de twee dames aan kop liep terug naar 15 seconden. Toen leek eigenlijk de ontsnappingspoging gestrand. Maar plotseling bouwden ze weer meer voorsprong op. En dat komt omdat het Parkhotel Valkenburg met meerdere renners aan de start was gekomen. Die stopte het peloton af, zodat Rosanna Slik voor kon blijven. Hier een prachtig beeld en dan gaan ze toch verrassend met z'n tweeën richting finish. Rosanna Slik aan de binnenkant, Rosanna Slik aan de binnenkant en gaat zij een keer, ja! Rosanna Slik pakt hier de zegen, Chiara Steins op de tweede plaats. De winnaar is vandaag, komt dan toch uit het Parkhotel. Wie gaat dat sprintje van deze groep winnen? Oh, dat wordt een dame in het zwart. Dat wordt 160, ja, dat is prachtig. Amy Pieters pakt hier de derde plaats. De winnares van vandaag, Rosanna Slik. Gefeliciteerd, tweede plaats. Ja, 100 meter voor de finish, nog min of meer naast elkaar. En dan geef je het af. Ja, ik kon gewoon hier mijn benen ontploft en dan alles was op. Ze verdienden winnaar. Ja, jullie hebben dik 40, misschien wel 45 kilometer met z'n tweeën aan de leiding gereden. En een hele tijd op een gaatje van 25, 30 seconden. Ja, het was wel even afzien op dat moment. En ja, je weet nooit dat ze terugkomen. Er zit ook wel sterke achter ons, maar gelukkig bleef ik goed draaien. Mooi parcours, zwaar parcours. Ja, vooral hier in de duinen, maar dat vond ik wel mooi. Rosanna Slik, van harte gefeliciteerd. Een prachtige overwinning. Ja, dank u wel. Het was erg zwaar, maar wel heel erg mooi. Ik was blij dat we met z'n tweeën weg konden blijven. En mijn ploeg had hartstikke goed gewerkt om het gat groot te houden. En het is helemaal gelukt. Ja, met z'n tweeën in een soort duo-sprint aankomen bij de meet, dat moet een droom zijn. Dat moet ook niet makkelijk zijn geweest. Nee, dat klopt. Dat was best wel harde wind vanuit de zee, dus vanuit rechts. Dus ik dacht, als ik helemaal links blijf rijden en hard ga rijden en dan het laatste stukje sprint, dan heb ik nog een kans. En dat kwam uit, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ongeveer anderhalve ronde voor het einde gingen jullie met z'n tweeën er vandoor. Dat werd een voorsprong. Op een gegeven moment, vlak na het ingaan van die laatste ronde, werd het 15 seconden. Toch hebben jullie het voorgehouden. Wat was het geheim? Het stukje door de duinen, dat ligt mij heel erg goed. Ik vind dat ook een echt heel erg mooi stukje. En we wisten stiekem niet dat we maar 15 seconden voorsprong hadden. Dus dat was maar goed ook. Toen we het weer hoorden, hadden we 45 seconden. Dus dat gaf wel echt de moraal voor de laatste paar kilometers. Toen liep die voorsprong uit. Dan ben je echt met z'n tweeën over. Dan ga je sprinten. Wat was het moment dat je dacht, ik kan hier misschien nog wel gaan winnen? Ik zag dat Chiara wat minder snel over kon nemen. Dus ik dacht van, misschien ben ik wel de sterkste vandaag. En mijn sprint is niet slecht. Dus ik dacht van, gewoon proberen en dan zie ik het wel. Ja, dan meneer Gerben van Duin, de loco-burgemeester en wethouder van sport. En u was keurig op tijd, moet ik zeggen. Geweldig, u heeft de afspraak goed nagekomen. De winnaar is vandaag en dat is Susanne Slik. Rosanna Slik, moet ik zeggen. Goed, lieve mensen in Noordwijk, daar staan ze met z'n drieën. De heren staan erbij. Laat nog eens even horen hoe wij dat waarderen. Geef ze nog één keer een ovationeel applaus. Oké, lieve mensen hier in Noordwijk, we gaan het afsluiten. We hebben een prachtige wielerwedstrijd mee mogen maken. Ik was blij dat u hier allemaal was, dat we genoten hebben van het heerlijke zonnetje hier op de boulevard en van prachtige topsport. En wat mij betreft, volgend jaar op naar de 21ste Lady Classic Noordwijk in 2016.